Het zal voor de vakkenvullers van de Jordaanse vestiging van de Jumbo nog steeds een trauma zijn, de dag waarop Glennis Grace als een doorgeslagen tokkie op een stel vakkenvullers afkwam rennen. Thijs Zeeman zal de beelden die tijdens de rechtszaak werden getoond nooit meer vergeten, tieners rennend voor hun leven door de supermarkt. Het is echt meer dan logisch dat de ladies of sol geen groepje meer willen vormen met zo'n aso. Ze heeft haar straf weliswaar uitgezeten, maar dat betekent niet automatisch dat iedereen haar weer leuk moet vinden. En helaas voor Glenda, heel veel mensen vinden haar gewoon niet meer zo leuk. Jammer, maar dat is het risico van het vak. Hoe dan ook, Johan Derksen, die Glennis na haar wangedrag meermaals compleet heeft afgebrand, zit nu opeens in kamp Batta. Ik vind het ontzettend leuk voor die Glennis Grace dat ze dus weer in AFAS staat, want dat meisje is ook zo onrechtvaardig behandeld, al dus de voetbalkenner in Vandaagensite. Johan kan zich nu opeens vinden in de argumenten van Glennis, die haar moederinstinct in de strijd gooide om haar agressie te vergoelijken. Die heeft zich natuurlijk schandalig gedragen, maar dat was het moederinstinct en daar zijn de onderbuikgevoelens een beetje mee op hol geslagen. Hij vervolgt, toen heeft ze zich in die winkel asociaal gedragen, maar ik vind het geen reden om zo'n mens helemaal te cancelen en niet meer op te laten treden. De Ladies of Soul, de vrouwengroep die wordt geleid door Cecilia Rombly en haar mancheerd Oosterhuis, zijn valse types, vindt Johan. Ik vind het ook een schande. Ze maakt de deel uit van die Ladies of Soul en dan krijg je dat gelul. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat de Schouwburgen zeiden, die moeten we niet meer hebben, want die heeft zich schandalig gedragen. De boekers willen er niet meer hebben. De Ladies of Soul denken, oh, dat scheelt ons een paar optredens. We schoppen haar er maar uit. Sam Hagens deelt vervolgens fake news. Daar mag ze nu weer terugkomen, hè? Bij de Ladies of Soul. Nou, nee. Edcilia heeft niet eens zin om met Glennis te bellen. Johan, oh, nu wel weer? Sam, ja, daar mag ze weer terugkomen. Johan, oh, ja, dat vind ik wel een goed teken, want ze hadden haar er eerst uitgegooid. Het is opvallend dat Johan kennelijk toch compleet kan draaien over een onderwerp. Dat meisje heeft zich asociaal gedragen, maar ze heeft toch geen moord gepleegd? Kom op zeg. Die heeft jaren niet mogen optreden omdat ze iemand een draai onder oren heeft gegeven, omdat ze voor haar kind opkwam. Het moederinstinct is daar de oorzaak van. Lennis moet Etilia en die andere ladies gewoon laten zitten, vindt hij. Als die andere meiden je eruit gooien. Als je kloten hebt, dan ga je nooit meer terug, hè? Johan zou er klaar mee zijn. Het was een prima zangeres ook in dat groepje. Ik vond de Ladies of Sol hartstikke goed, maar ik vond het zo naar. Dat mens lag op een gegeven moment op de grond, en toen kreeg ze dus een doodschop van de Ladies of Sol van ook bij ons op Zoodemieteren. Als Wilfred hem vervolgens een compilatie laat zien van de dingen die hij over Glennis en haar zoon heeft gezegd, besluit Johan dat jongetje schijnt ook een heel vervelend apie te zijn dat zich daar regelmatig misdraagt. Maar als zoon wel overgewaaid is, dan vind ik ook dat je die vrouw weer met rust moet laten en ze haar ding kan doen.